Hi, ik ben Tijmen Wilburg. Ik ben, zoals je ziet, violist bij Philharmonie Zuid-Nederland. Maar daarnaast ben ik ook dirigent van een amateur strijkorkest. En ik heb een aantal tips en tricks voor de strijker van een amateur strijkorkest. Gebaseerd op mijn jarenlange ervaring als beroepsmuzikus. En ik denk dat veel mensen daar hun voordeel mee kunnen doen. Er zijn een aantal dingen die met een strijkorkest steeds weer naar voren komen. Dingen waar je rekening mee moet houden. En een van de dingen is intonatie. Dat is een van de eerste dingen die je tegenkomt. Omdat veel mensen niet beseffen dat intonatie heel relatief is. Je hebt als strijker heb je vingers die je achter elkaar zet. En als je thuis in je eentje studeert, dan denk je, nou ja, als ik de vingers maar achter elkaar zet, dan is het zuiver. Intonatie is een relatief ding. Het hangt erg van de context af. Ik kan het je kort laten zien. Als ik de D-snaar neem en ik neem daar een dubbelgreep bij, tweede vinger op de G-snaar, lage tweede vinger, de bes. Nou neem ik die bes als nieuw uitgangspunt. Dan zet ik een kwint bovenop. Dus tweede vinger op de D-snaar. Altijd even een klein beetje zoeken voordat die zuiver is. Nu heb ik hem zuiver. Nou heb ik dus een F erbovenop. En die F wordt mijn nieuwe uitgangspunt. Verander hem niet. En nou neem ik de A, dus de A-snaar erbij. En nou hoor je dat die terts, die snerpt. Dan zou je denken, hoe kan dat nou? Ik heb al die voorgaande noten zuiver gespeeld en nou deze snerpt. Dat komt omdat die F, als die een kwint is op de bes, dan heeft hij een andere plek dan wanneer die een terts onder de A moet zijn. En dan moet je dus op dat moment, als je hoort dat die terts snerpt, dan moet je je vinger een beetje draaien. Het gaat om een miniem verschil. En dan wordt hij zuiver. Dan klinkt het mooi helder en rond. Dus de hele theorie erachter zal ik je besparen. Dat is een heel lang verhaal. Maar het is belangrijk om te beseffen dat je vingers dus geen absolute plek hebben waar ze moeten staan. En je moet altijd op elk moment luisteren. Snerpt het? Hè? Hoor je die trillingen die aangeven dat het niet helemaal zuiver is? Of heeft de klank een mooie rustige klank. Om dat te oefenen thuis kan je met dubbelgrepen werken. Alles wat kwart of kwint is of octaaf, dat kan je checken aan de open snaren. Ik zal je laten zien wat ik bedoel. Stel je neemt een toonladder van D. Moet natuurlijk wel je A en je D goed gestemd zijn. Mooie zuivere kwint. En dan ga ik het in dubbelgrepen spelen. De toonladder van D. Als ik die eerste vinger net niet helemaal goed zet, dan gaat het snerpen. Die snerpt. En je moet even zoeken met je vinger. Die draai je over de toets. En dan zoek je naar de plekken waar de klank rustig wordt en niet meer snerpt. Dus nog een keer, vanaf het begin. Dan krijg je een terts, die kan je niet checken. Maar dan komt er een G, die kan je checken aan de octaaf eronder. Dan komt er een kwint. Dan zijn we bij de eerste vinger op de A-snaar, die kan je checken aan de E-snaar. Want dat is ook weer een kwart. Nou zijn we al hier. Die C's kan je niet checken. Maar dan komt de D, dat is een octaaf, die kan je weer checken. Zo kan je steeds zoeken naar noten die je in dubbelgreep kan spelen. En zo train je je eigen gehoor om steeds te zoeken naar dat rustige klankbeeld.
En dan is het natuurlijk de truc als je samenspeelt met een kwartet of met een strijkorkest of in een orkest überhaupt, om steeds te zoeken dat jouw klank mengt met de mensen om je heen, vooropgesteld dat die mensen natuurlijk hetzelfde doen. Maar dat is waar ik als dirigent met mijn eigen strijkorkest ook mee werk. Altijd proberen die intonatie om die een heel belangrijke plek te geven. Dan heb ik nog wat tips en tricks voor de streek. Dat is natuurlijk ook altijd een heel erg groot onderwerp bij strijkers. Niet alleen bij amateurs, maar ook bij professionals. Dat is altijd een heel complex gebeuren. En de eerste tip is eigenlijk een tip voor jullie dirigent. Zorg dat er goede streken zijn, al voor de eerste repetitie. Dat lijkt een open deur, maar ik zie het toch heel erg vaak gebeuren, ook bij orkesten waar ik soms als dirigent inval, dat er toch onvoldoende aandacht aan wordt besteed. En het scheelt je, het is gewoon het halve werk voor een strijker, dat de streken in orde zijn. Het scheelt je ontzettend veel tijd tijdens de repetities. Het scheelt je tijd thuis studeren als je een streek hebt die eigenlijk niet werkt. Je kunt je er gek op studeren, maar je krijgt het nooit goed. Dus zorg dat er goede streken zijn. En ik zou alle amateurorkesten het advies willen geven, laat een ervaren beroepsmuzikus die ook ervaring heeft met amateurs, die streken maken. Want voor welk stuk je ook hebt, er is geen ideale streek. Het hangt ook altijd van de situatie af. Het hangt af van het niveau van de spelers. Het hangt ook af van het aantal spelers dat je hebt. Het hangt soms ook af van het tempo dat de dirigent verlangt. Dus er zijn heel wat afwegingen die gemaakt moeten worden. Ik kan je een klein voorbeeldje geven. Onlangs werkte ik zelf met mijn orkest op de variaties van Arensky. Op een thema van Tchaikovsky. En daar zit dit in. En dat dit. Dat staat dus af in de partituur. En dan met op verder. Nou, dat bleek in de praktijk, bleek dat gewoon niet te werken. En dat is wel hoe Arensky het geschreven heeft. Maar toen heb ik gezegd, jongens, we moeten het gewoon veranderen. We doen gewoon af op. En zo merk je dat in de praktijk soms blijkt dat een streek die in je partituur staat gewoon toch niet werkt. En ik ben er nu al te veel tijd aan kwijt geweest in de repetities om die originele streek gedaan te krijgen. En dan moet je gewoon zeggen van nee, het is geen goede streek. Een goede streek. Dus deze frase. Dat moet er een beetje uitkomen. En als je wat er origineel staat, is deze streek. Maar als je maar met drie eerste violen bent, dan heeft het niet genoeg klank. En je kan het hier zien. Dat er staat origineel. Is dat zichtbaar? Er staat een boog over de eerste twee groepjes van 4/16. Maar ik breek dat gewoon in twee streken. En dat heeft te maken met dat mijn orkest is maar een klein orkestje en je wilt toch meer klank hebben. Dus dat zijn allemaal overwegingen die je moet meenemen bij het zetten van streken. Nog een tip wat streken betreft, schrijf ze altijd in met zacht potlood. 3B of 4B. Dat gunt lekker weg als het nodig is, want streken worden altijd hier en daar gewijzigd. En hopelijk niet te veel in de repetitie. Dat is een grote ergernis voor iedereen als dat moet gebeuren. Maar zorg dat het een zacht potlood is, dat je het makkelijk weg kunt halen als het nodig is. Volgende tip gaat over het strijken, het verschil in romantisch repertoire en barok repertoire. Bij romantisch repertoire kom ik heel vaak tegen dat de klank niet wordt vastgehouden. En in de romantiek vond men het belangrijk dat eigenlijk instrumentale muziek gebracht werd als zangerig, als cantabile. En de invloed van de opera, van de Italiaanse opera, was enorm groot op het instrumentale repertoire. Het moet dus zangerig zijn en aan elkaar verbonden met een doorgaand vibrato. En wat er heel vaak gebeurt in romantisch repertoire bij minder ervaren strijkers, is dat de klank verdwijnt naar de punt toe. Dus je krijgt zoiets. In plaats van. Dat je echt de klank vasthoudt tot het einde. En bij romantische muziek moet je dus meer contact met de snaar zoeken over de hele stok
heen voor een mooie zangerige klank. En dat doe je in de afstreek door een beetje te gaan hangen met het gewicht van je arm. En in de opstreek door een beetje te duwen met je hand een beetje in te draaien en te duwen met die vinger. Strijken is dus veel meer dan heen en weer. Het is een hele complexe beweging waarbij je in de afstreek in de snaar gaat hangen. En in de opstreek op de stok een beetje gaat duwen, daar gewicht. En daarmee hou je die klank vast over de hele stok. En het grote verschil met vroeg repertoire, barok of vroege klassiek, is dat de noten meer ontspannen worden naar het eind van de noot toe. Dus daar krijg je meer... En elk begin van elke nieuwe noot moet heel erg duidelijk zijn. Ander groot verschil natuurlijk is bij de romantische muziek. Dat het vibrato doorgaat. Dus als ik een toonladder speel op romantische wijze, dan is het elke vinger heeft vibrato. En wat ik heel vaak zie gebeuren, is dat de makkelijke vingers, die makkelijk vibreren, krijgen vibrato. De moeilijkere vingers, zoals de vierde, die wordt dan kaal, zonder vibrato. En ook een vinger vlak voor een positiewisseling wordt niet gevibreerd. En dan klinkt het zo. En dan wisselt het vibrato per noot, afhankelijk van de situatie. Dus in romantische muziek zou ik willen zeggen, wat je ook speelt, zorg dat het vibrato doorgaat, tenzij er een speciaal moment is dat de dirigent vraagt, hier wil ik het senza vibrato, omdat hij een speciaal klankeffect wil hebben. In de barok, zonder vibrato, behalve noten die een speciale zangerige karakter moeten hebben. Een voorbeeldje misschien Bach. Zo'n lange noot. Pam, pam, ping. Die wil je een beetje eruit halen. En die geef je in het midden van de noot een klein beetje vibrato. Let ook op hoe ik elke noot een duidelijke aanzet gaf. Hè? In die barok moet elke noot moet apart spreken. Het is dus niet... Zoals het er vaak uitkomt als je er niet bij nadenkt. Maar dat spreekt niet. In de romantiek wil je die aaneengesloten klank hebben, maar in de barok moet je dat apart aanzetten, alle streken. Zelf heb ik als dirigent ontzettend veel gehad aan deze serie boekjes. Barok, romantiek en klassieke periode. En die kan ik voor alle concertmeesters, aanvoerders en ook natuurlijk dirigenten aanraden. Er staat voor elke periode, voor elke instrumentengroep, staan er tips en adviezen over hoe je kunt spelen in de stijl van die periode en voor dat instrument. Dus die kan ik voor iedereen aanbevelen. Dan heb ik nog een aantal tips voor het studeren van de partijen. Dat is ook iets waar ik vaak tegenaan loop, dat ik merk dat mensen toch niet echt goed weten hoe ze nou thuis zo'n partij goed kunnen voorbereiden, want je wil natuurlijk het liefst op de repetitie komen, op de allereerste repetitie, en je partij gewoon vlot kunnen spelen, zodat de repetitie gaat over het samenspel, over de interpretatie die de dirigent wil en over de puntjes op de i. En dat je niet in de repetitie tijd kwijt bent aan eerste violen die hun partij niet kennen en die cellen die zitten daar een kwartier te wachten, terwijl de eerste violen hun noten zitten uit te vogelen. Of andersom. Dat is voor iedereen vervelend. Dus zorg dat je partij kent voordat je naar de eerste repetitie komt, maar dan moet je ook weten hoe je hem moet voorbereiden. En de eerste tip die ik altijd geef, voel je niet beschaamd om gewoon naar opnames te luisteren. En pak dan altijd 2 of 3 verschillende opnames doorluisteren met je partij daarnaast, want iedereen doet het weer een beetje anders en zo krijg je een beeld van wat de mogelijkheden zijn, maar ook hoe jouw partij in het geheel past. Dat is ook erg belangrijk om daar gewoon een klankvoorstelling van te hebben. Als je zelf studeert. Dan is het vaak heel nuttig om in het studeren links en rechts te scheiden. Er zijn ontzettend veel situaties waarin het vioolspelen een enorm complex geheel is van een
een rechterarm die snaarwisselingen moet doen en streekwisselingen moet doen. En een linkerhand die positiewisselingen moet doen. En dus van alles komt er bij kijken. En het is soms te veel om het tegelijk te willen studeren. En als je merkt dat een bepaald loopje niet lekker loopt en je krijgt het maar niet goed door het alleen maar te herhalen, stop daar dan mee, want alles wat je steeds fout herhaalt, dat studeer je dus fout. Dus doe het langzamer en haal het uit elkaar. Ik zal een voorbeeldje geven. Diezelfde Arensky-variaties die ik nu met mijn strijkorkest doe. Daar zit op een gegeven moment dit in. En als dat niet lekker loopt, haal het dan uit elkaar. Wat ik daarmee bedoel. Allereerst gaan we even de streek weglaten. Zet er gewoon de stok op de snaar. Zorg dat je flink drukt, zodat je het wel het gevoel houdt van contact met de snaar. Kijk, ik duw helemaal het hout van mijn stok helemaal op het haar. En dan ga ik links, doe ik de noten en ik laat ze flink op de snaren knallen, hoorbaar, zodat je die articulatie goed krijgt. En met mijn stok volg ik nu wel de snaarovergang, maar ik strijk even niet. Ik laat het strijken even weg. Nou heb ik de linkerkant goed geoefend. Nou, rechts. Wat er gebeurt in het eerste loopje is dit. Dat betekent ik heb twee noten op de D-snaar. Vervolgens heb ik drie noten op de A-snaar. En één noot op de E-snaar. En dan de opstreek op de E-snaar. Dus als ik dat in slow motion doe en ik doe alleen de rechts, dan heb ik twee noten hier. Drie noten daar. En één noot hier. En dan de opstreek. En daarom gaat het vaak mis, omdat we denken, oh, we moeten van de D-snaar naar de A-snaar naar de E-snaar. En als je niet beseft dat je dus langer op de A-snaar moet zijn en heel kort op de E-snaar, dan krijg je die ongelijkheid in de streek. Dus als ik dit ga studeren, dan doe ik zo. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Dan ga ik dat versnellen. Dus dit is eigenlijk wat je met je rechterhand doet in dat loopje. Het is niet... Maar het is... Nou ga ik het combineren. Hey. En dan komt het opeens eruit als je dat eerst apart studeert. Bij positiewisselingen is het erg belangrijk dat je vanuit hier je positiewisseling doet. Het is niet alleen maar je hand omhoog. Dan heb je te weinig houvast... van waar de volgende noot zit. Wat ik doe is ik breng mijn arm een beetje naar binnen voordat mijn vinger omhoog gaat. Ik breng deze arm een beetje naar binnen, dus ik voel hem eigenlijk vanaf hier, vanaf dit punt. En dan ga ik naar mijn volgende ankerpunt. Voor de derde positie is dat bij mij hier. Terug hetzelfde. Eerst die arm die nu onder de viool zit, weer een beetje terugbrengen. En dan volgt je hand. En als je in een loopje zit met een positiewisseling, bijvoorbeeld hier staat er eentje. Dan ga ik die eruit nemen. En die herhaal ik net zolang dat ik het gevoel heb van nou heb ik hem lekker erin zitten. Nou zit die beweging goed in mijn gevoel van die arm. En dan doe ik het hele loopje nog een keer. Dan heb je nog de coördinatie tussen rechts en links. Als je een loopje hebt met... ik kan gewoon even een toonladder nemen. Waarbij per noot je vinger wisselt. Dan is het heel belangrijk dat de streekwisseling precies samenvalt met de wisseling van vinger. En dat zorgt soms voor een instabiel resultaat. En om dat te oefenen... studeer je gepuncteerd. Dus in plaats van... doe je lang, kort, lang, kort, lang. En dan ook andersom. Kort, lang, kort, lang. Dus je kunt gewoon de muziek nemen die je voor je neus hebt. Het gaat vooral om achtste passages, zestiende passages, waarbij je per noot wisselt. Studeer die gepuncteerd. En in omgekeerd ritme. Dus eerst begin je met een lange noot. Daarna begin je met een korte noot. En wat ook heel erg goed helpt soms is hetzelfde loopje, dus dat is vaak één of twee maten, achterstevoren spelen.
zodat het echt goed in je spiergeheugen komt van waar alle noten zitten en waar alle positiewisselingen zitten. Dit zijn de tips en tricks hoe ik zelf studeer, lastige passages studeer. Doe er je voordeel mee. Dan heb ik nog wat laatste tips en tricks over het inrichten van je partij. Strijkers hebben vaak veel meer noten dan blazers. Waar blazers soms met 8 bladzijden zitten, kunnen wij er wel 40 of 60 hebben. En een van de gevolgen daarvan is ook dat wij als strijkers veel vaker bladzijden moeten omslaan. En nou zijn er sommige uitgevers die er heel goed op letten dat er rechtsonder net 2 maten rust zijn, zodat je tijd hebt om dat te doen. Maar het gebeurt ook heel vaak dat dat er niet is. En als je nou met z'n tweeën aan de lessenaar zit, is het vaak mogelijk dat degene die aan de binnenkant zit de bladzij omslaat. Die speelt dan even 2 maten niet. Maar er zijn ook gevallen dat je dat toch onwenselijk vindt. Bijvoorbeeld als je maar 3 eerste violen hebt, wil je niet dat er 2 de bladzij omslaan en eentje doorspeelt. Dan moeten ze alle 3 door kunnen spelen. En dan moet je jezelf je partij goed inrichten. Ik ga daar een voorbeeldje van geven. Hier heb ik een voorbeeld van waar je kunt knippen. Hier heb ik geen tijd om te slaan. En hier heb ik rust. Dus ik sla, als ik hier aangekomen ben, sla ik dit om. Maar ik speel hier verder. Tot aan het eind van de bladzijde, dan speel ik hier verder. Totdat ik rust heb en dan sla ik die ook om. Op die manier kun je soms heel lastige situaties toch oplossen, zodat je niet hoeft om te slaan tijdens het spelen. Wat ook heel belangrijk is, is om herhalingen duidelijk aan te geven. Vooral dit soort muziek van Strauss is berucht om de vele kleine secties waar 1 of meer herhalingen zijn, waar je echt door de bomen het bos niet meer ziet, omdat nummer 1 herhaalt op een andere manier dan nummer 2 en die haalt weer op een andere manier dan nummer 3. Stel dat je hier begint te spelen en je komt hier aan, dan moet je gaan herhalen. In de haast van het moment heb je de neiging om daar naartoe terug te gaan. Maar je ziet dat je moet hier naartoe. Dus wat ik altijd doe, en de meeste beroepsmuzici doen het op deze manier. Je markeert dat gewoon heel duidelijk. Dat je weet, oh ja, daar moet ik, dan zijn vergissingen niet mogelijk. Als je een bladzijde omslag hebt, waarna meteen de volgende pagina noten volgen, schrijf ik altijd bij VS. Dat is een afkorting van Volta Subito. Dus het vervolg komt meteen. Dan weet je, als je hier aankomt, weet je al van, oh ja, er komt een bladzijde. Ik moet daar snel de bladzijde omslaan. Als je een bladzijde omslag hebt waarbij je nog veel, stel dat je hier bent en je weet, er komen nog 6 maten rust. Dan doe ik altijd zo. Dan weet ik van, oh ja, er komen 6 maten rust. Ik heb nog alle tijd om te slaan. Soms heb je ook dat je voor de blad, dat je hier 5 maten rust hebt. En dan kom je hier aan, je hebt 5 maten rust, je slaat alvast om. En dan ben je hier en denk je van, oh, hoeveel maten waren het nou ook weer? Was het nou 4 of 5? Dus daarom schrijf ik dan hier het aantal maten rust dat net voor de bladzijdeomslag geweest is. Een ander ding wat bij strijkers vaak voorkomt is onduidelijkheid over de sourdine. Als er met sourdine gespeeld moet worden, dan staat het vaak in hele kleine lettertjes die je gewoon niet ziet als je aan het spelen bent. Dus sourdine erop, doen we zo. Sourdine weer eraf halen, doen we zo. Dat is voor iedereen duidelijk. En dat is natuurlijk gebaseerd op de oude vorm van die ouderwetse sourdines, die houten dingen met die 3 tandjes. Je kunt het knippen en plakken, zodat je 3 bladzijden naast elkaar hebt. En toch door kunt slaan in het boekje. Soms kan het ook handig zijn om de bladzijden in het midden door te knippen. En dan kan je eerst het bovenste deel omslaan. Dan speel je het onderste deel. En dan sla je het onderste deel ook om en dan ga je op de volgende bladzijde verder. Hier heb ik een voorbeeldje van een partij die ik zelf heb gemaakt waarin het onmogelijk was om te slaan. Het begint al hier. Dan heb ik 3 bladzijden naast elkaar nodig. Dat heb ik op deze manier geplakt. Ik schrijf er ook bij open, dat ik me niet ga vergissen. Dan heb je 3 bladzijden naast elkaar. Heb je dit deel uitgespeeld, sla je hem terug. Kan je naar je volgende deel, waar het geen probleem is. Hier ook weer open. Weer 3 bladzijden naast elkaar. Kom je hier aan, doe je hem terug. Weer een keer open. Hier heb ik net genoeg tijd om te slaan. Dus tijdens het concert laat ik die flap gewoon open, want daar heb ik geen tijd voor. Kan ik hier verder.
tot daar. En dan voor het laatste deel ook nog een keer openslaan. Dit is wat ik jullie wil meegeven. En ik hoop dat het voor jullie betekent dat je een nog betere en nog enthousiastere strijker kunt worden in je eigen orkest.